Welkom bij vlog 2. We zijn onderweg naar het zuiden. Naar het plaatsje. Mont Peru, inderdaad. Ligt niet zo ver bij Bobbels en Dobbels vandaan. Ah, Bobbels en Bobbels, boomwortels. Ik had Klapperende tanden ervan gekregen, inderdaad. De hersenschudding heb ik opgelopen. Klopt, ja. Maar Mont Peru ligt in de buurt van Montpellier, Gignac, Aniane. Hier hebben wij in het verleden met de kinderen menig vakantie doorgebracht. En Guillaume de Le Dessert, hoe je het uitspreekt. Ja, sorry, dat zal niet goed zijn. Maar daar zijn we ook al een paar keer geweest. Dat is de plek zo'n beetje waar we nu heen gaan. Dus we zijn heel benieuwd hoe het eruit ziet na 10 jaar. Ja, zoiets denk ik inderdaad. Yes. Het grijze weer hier is nog steeds zo. Gelukkig niet zo regenachtig als in de grote andere delen van Frankrijk, Spanje en Portugal. Dus wij hebben het getroffen met de richting die we hebben gekozen. Maar we hopen toch nog wat meer zon te gaan zien. We zijn even van de snelweg afgegaan. Op zoek naar de Rhône rivier om even te pauzeren. Dan komen we hier zo uit. Ik denk dat dit een elektriciteitscentraal is hier zo. Kijk naar het water hier naast je. We staan nu even geparkeerd om te pauzeren op een gek plekje. Gewoon ergens bij een willekeurig parkeerterrein bij een energiecentrale in de buurt. Dus we gaan eens even een bakkie doen. Best grote koelkast voor een buscamper hier zo in. Ja, kleinere kan ik niet mee toe. Nee, we willen wel een beetje ruime koelkast hebben. Zeker omdat we natuurlijk zelf keto doen. Hoppa. Wordt heel dik. Ja, dikke kont. Hé, hey, wat heb je voor lekkere wafeltjes daar? Ik ga er eentje proeven. Kaaswafels. Nou, ik dacht dat ik even een vrachtwagen hoorde in de buurt. Is dit het eten of is het voorbij koffie? Eigenlijk is het eten. Nou, mooi, daar mag je er heel veel van. Nee. Dat is lekker namelijk. Ja? Ja. Ik vind een klapje kaas nog lekkerder. Oh. Ga jij nou kaas op een kaaswafel doen? Ik wel. De laatste restjes room worden eruit gestart. Ja, tuurlijk. Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Dan zouden deze camper niet kunnen kopen. Hadden we campers als kastelen bouwen dan? Beetje ondergelopen hier. Maar het heeft hier hard geregen, dus ondergelopen wegen, dat is hier geen onbekend verschijnsel. Zo te zien komt er een grote plas aan. Ja, prachtig uitzicht. Kijk die vogel daar. Zal niet echt goed in beeld zijn met de kogelvogel. Feest van herkenning hier, hè? Van zoveel jaar geleden met 3 kinders in de auto naar Gignac. Leuk, hè? We kunnen het toch niet laten om even hier eraf te gaan. Afslag Gignac. Kijken of we het nog herkennen. Hier, Mr. Bricolage zat hier. Die is, moet je zien, een beetje plat.
Er is een benzinepomp bijgekomen. Wat gaan we doen voordat we naar de plek gaan? Boodschappen. Even naar de supermarkt. Die we nog herkennen. Tot zo. Tot straks. Terwijl Dorien naar de winkel is, kan ik natuurlijk lekker eventjes op mijn keyboard tekeer gaan. Ja, Mon Piru, we zijn er. We gaan nog even de camperplaats zoeken. We gaan nog 3 minuten rijden. Met files. Hobbel. Ik zie hobbel. En een hond. En een ooietje. En dan rijden we even voor 100 worden. Lekker small front straat. En voor ons rijdt er ook een camper, dus ik ben benieuwd of er wie er een plekje heeft, of we ze allebei een plekje hebben, of... Kijk eens aan. Ja hoor. Parking. Allemaal een plekje. Hij rijdt bijna zo ver op, wat? Hier kan je gratis verzorgen. Alle gemakken voorzien, maar geen elektriciteit. En hier staan we dan, de middelste van het stel. Goedemorgen allemaal. We hebben weer heerlijk geslapen hier. Moet ik goedemorgen zeggen? Nou, zeg maar even goedemorgen tegen de mensen. Ik was zo vlug. Dat was je zeker. Goedemorgen allemaal. We hebben hier heerlijk geslapen in, hoe heet het ook? Mon Piru. En vanochtend was het heerlijk wakker worden met het zonnetje. Ja. Dus, maar er kwamen ook al heel snel hele dikke wolken voorbij. Gelukkig zonder regen. En nu schijnt het zonnetje weer. Voorlopig blijven we hier even een dagje, in ieder geval een dagje staan. Ja. Misschien dat we morgen weer verder gaan. Mooi dagje om wat lekker te luieren en wat klusjes te doen. Te wandelen. Zo, een kopje koffie en een kopje thee, kopje chocomel. En dan hebben we hier een plakje. Keto. Notenvarkencake. En ik zie ondertussen blauwe lucht buiten. Klopt. Oude pakken voordat het verdwijnt in een maag die alles lekker vindt. En chocomel. 1 koffie. Dat ziet er goed uit. 2 cake. Doe maar. Proost, schat. Lekker hoor. Hier kunnen we aan wennen. Zeker wel. Nou, we gaan eerst even een wandelingetje maken. Het zonnetje schijnt nog lekker, dus... Het is heerlijk weer. Dus we gaan eens even een lekkere wandeling maken. Waar we heen gaan, geen idee. Mon Piru, hè, denk ik. We gaan naar Commerces, zie ik daar een bord in de verte. Daar zo kunnen we naar de Commerces. Ik wil helemaal niet naar Commerces. Jawel. Lekker salen. Je moest toch... wat moest je ook nog kopen? Het is 2:30, dus ik ben bang dat alle winkels dicht zijn, schat.
En we gaan toch maar de andere kant op, want we zagen hier een straatje en dat heeft een heel mooi uitzicht daar naar boven toe. Campers daar beneden erin. Zo, ontdekken we nog eens wat. Met picknicktafels erbij. Zo, kan je een stukje brood vliegen. Maar we gaan nog geen zend hier in het houdertje. Roertje hier aan de zijkant erin, USB-snoer. Het staat er allemaal aan. Als het goed is, dan krijg je zo bloem. Zo, weer geland. Dan gaan we eens eventjes weer opbergen. Moet zeggen, het is al een vredig dorpje. Dat daar ook. En dan in de bergen zie je dan een soort kasteelmuur. Heerlijk, hè? Ja, echt wel lekker, ja. Zie je die schaduw van die wolken daar op de bergen? Ja. Hier achter dit bruggetje zie je de parkeerplaats waar ook campers kunnen staan. Ook een prachtige plek met heel mooi uitzicht. Lubarry, een prachtig dorpje. En daar zit ze. Hier heb je een steile klim naar boven. En daarboven zie je het kasteel. Smal paadje. De heuvel in. Mooi vlinder. Oeh, daar gaat hij. Komt u maar. Ja. Nou, het wordt toch wel een zware klim zo. We lopen al een beetje te hijgen. Maar het is nog te doen. Dat we nou zo hoog zitten, dat had ik niet bedacht dat we daar ooit zouden komen. Zo. Een selfie. Gaat je naar rechts? No. Nou, staat er allemaal op. Even zwaaien. Prachtig. Hier zijn we bij de ingang van het kasteel aangekomen. Castellas, Mont Peru. Hij piekt. Wauw. Helemaal in de zon hier. En hier kan je hopelijk het prachtige uitzicht zien, tegen de zon in, vanaf het kasteel. Er is hier nog veel meer te zien, maar wij houden nu eventjes voor gezien hier, want we moeten nog een eind terug. Yeah.
Nou, die zit dicht. Nou, dan gaan we hier weer naar beneden. Via de niet zo heel steile pad. Ook op zoek naar de vlucht naar de gewonde mensen. Ja, gaat hij. Ik denk dat dit de gewonde is. Dit zijn er volgens mij twee. Wauw. Wat gaaf om te zien. Dit gaat zo langzaam. Zou je nog een keer gaan zakken? Het is vandaag woensdag. We staan klaar om te vertrekken richting Peralada. Nou, dat is ongeveer 2 uur rijden. Dat is net over de Spaanse grens. Ja. Er gaan dan racefietsjes voorbij. We rijden nu op zo'n rustige landweg. Die is helemaal vlak. Om ons heen zie je overal heuvels en bergen. Ook hier. Kijk dat die bergen daar in de verte door. De zon zo door de wolken heen. Wow. Het is net een soort luchtbergen. Als ze wel kunnen verdwijnen of zo, weet ik niet. Opblaasberg. Weet ik veel. Oh. Het ziet er apart uit. We zijn ook vlak bij de Spaanse grens, nog een paar minuten. Maar voor die tijd gaan we er al af. Want we gaan nog even bij kennissen op bezoek. Die staan net aan de Spaanse grens. Dus wij gaan hier de afslag 43 doen. Kijk, je een hoek. Of is helemaal geen tol? Tolwegen. Ja, dat komt dan wel. Kijk maar, nog 400 meter. Ah ja, op 400 meter pas. Nou, dat is pech hebben. Hij doet het hier niet. Nou, we moesten hard zwaaien met onze tolbadge buiten het raam. Ja, hè? Nou, hier zitten we dan. Gezellig in het zonnetje. Heerlijk. Hey, Rit en Martin. Zo, daar gaan we weer. Het was erg gezellig. Heerlijk in de zon gezeten.
mooi hoor, zo door de rotsen heen. Dat zijn de binnenweggetjes, hè. De kwik die daar, die brug, als we de snelweg hadden genomen, hadden we daar gereden. De tolweg, dan hadden we daar gereden. Nou, we zijn net door de grensstreek gereden, waar overal benzinepompen staan. Het rijden mensen ervoor, hadden voor de goedkopere natuurlijk. Maar nu hebben we hier getankt nu? 1,63 voor diesel. 1,63 voor diesel, terwijl de dure plek is het 2 euro zoveel, in Frankrijk bijvoorbeeld. De LPG was ook niet heel duur, maar dat is toch wel duurder nog dan in... De dure kant, ja. Ja. En hier rijden we het dorpje. Heimond. Peralada binnen. En zo te zien, zie je hier ook al het camperbord. En meneer, de camper zit toch voor ons. Daar gaat hij weer. Ja, ik ga gewoon even hier kijken wat het hier doet. Nou, ik vind dat niks, dat je anderen belemmert. Geen probleem voor de meeste mensen. Daar gevraagd. Enige naast die boom, maar daar zie ik weer geen mensen. De Adria daar. Maar dan zegt hij ook, ja, twee keer in de weer steken. Deze camperplaats heeft plaats voor 6 campers. En er staan er ietsjes meer, denk ik. En hier zie je het afvalstation, oftewel de reiniging. Wc, water. En hier betalen 1 euro is 5 minuten. Nou, flink doortappen dan. Kijk, zie je hier voor ons onszelf rijden. Was de garage hier nog gratis? Alles was weer gratis, alleen moet even token of iets dergelijks. Oh ja, dat sowieso vinden. Ayuntament. Zo. Vol. Hier misschien een plekje. Door? Stroom. We zijn hier op een camperplaats die weer helemaal gratis is. En zelfs inclusief stroom. Er zijn 6 plekjes. Hier aan de linkerkant zie je 6 plekjes. En daarnaast zie je het verzorgingspunt. Ook daar is alles gratis. Alleen moet je voor het water een muntje halen. Dat muntje kan je in de garage doen, die naast de camperplaats is. Ik ga kijken of ik munten voor het water kan scoren. Hoe noem je dat? Een fiche. Para. Para el agua. Si. Dos fiches. Para el agua. Ja, die mevrouw. Zo, ik heb 2 munten. Kon er een beetje verstaan. Dat is grappig hoor. Leuk hè? Ja, wel grappig om dan zo proberen in het Spaans het voor elkaar te krijgen. Goed gedaan.
Nou, we na een muntje gescoord hebben, gaan we eens even in de stad kijken. Leuk hoor, ook dat kerkje en het stadje liggen op een heuvel. Hier zit een geheimzinnig hek. Ik ga eens even kijken of we daarin kunnen. Voor mij kan die omhoog. Ah, een koordje om naar beneden te trekken. Ja, toen was Erik verdwenen. Ik denk dat dit een kinderdagverblijf of zo is. Het is echt voor de allerkleinste kinderen. Leuk hè? Heel erg leuk. Ja, autootjes. Ja, fietsjes. Oh, ik wil er ook op. Schattig huisje, hè? Hoe vind je deze nou? Joh? Ja, leuk hè. Ah, oh, jongens, mooie bomen met kersen. Voor mooi voor kerststukjes. Deze, die zijn weer anders, ook heel leuk. Cerrado. Een eetbare bijne die in traditionele mediterrane keuken kan worden geserveerd als een smaakmaker voor veel gerechten en dessert. Ja. Oh, die? Ja. Daar kan ik wel bij. Laat ik hem eens openmaken. Komt er wat uit? Smaak het naar? Nergens. Nergens? De boom van verbinding, ja, achter ons, zeiden ze. Hij staat voor de school. Goed begin van de verbinding. Bij de jeugd. Ik heb verbinding met de zon. Oeh, heerlijk hè? We hebben net een stukje touw gekocht bij de Ferretaria. Waar is dat touw eigenlijk? In de tas. In de tas. Oh, nice. En we zitten nu heerlijk in een nieuwe. De koffiezaakje met de gebak en dat soort dingen. Brunchje kan je hier. Nee, brunch. Ik ben benieuwd wat het is. Je hebt wel lunch gehad, dat was een salade. Met appel. Die manzana. Die crema. 5,50. 5. Hier staat er koffie te drinken. En als je dan hierboven kijkt. Een hele mooie nieuwe schilder. Birch. Zo, ik ga even dus hier in de stad kijken. Om wat te doen is met het hele gebeuren. We zijn eindelijk klaar om te gaan fietsen. En zoals je ziet, het is buitenland, dus we hebben onze prachtige helmen ook weer op. Maar veiligheid voor alles. Nou, het is hier verplicht, toch? Ja, het is hier ook zeker verplicht. Nou, hier zijn we in dit dorp op het begin van de Via Verde.
Hier rechts is de PVV. Stop. Het is wel een zanderig pad, hè? Je moet wel je aandacht erbij houden. Je moet hier wel op de keien passen, want er zitten aardig wat keien hier in de weg, mensen. Pas op. Mijn achterwiel loopt aan, dus Erik gaat kijken of hij dat ook kan fixen. Nou, zoals jullie zien, de fiets van erin wordt opengemaakt. Kettingkast, kijken of we de ketting beter kunnen spannen. Er is sowieso een schroef van de kettingspanner is er verdwenen. Dus ik heb nu de schroef van de andere kant aan deze kant gezet. Dat ik in ieder geval de ketting kan spannen. En dan zetten we hier de moer van het wiel gewoon extra vast. Dan kijken we hoe ver we ermee komen. Kijk, de wiel blijft in ieder geval zo mooi draaien. Want zo'n kettingkast uit elkaar hebben we meestal nog wel te doen. In elkaar. Dit is wel een soort uitdaging. Nou, hij zit weer in elkaar. Het draait weer. Het trapt weer. We zien wel hoe lang we het volhoudt. En? Doet hij het? Doet hij het? Doet hij het? Ik hoor nou geen gekkigheden. Dus ik ben heel benieuwd. Blijf? Natuurlijk. Yo. Lekker net strand fietsen nu? Zeker. Gaan we dat proberen. Een beetje mijn remmen, want ons vliegtuig fietst er vandoor. De zebra van fietsers. Ja. Tuurlijk wel. Grapjas. Hier is het. Zoals we zien, zijn we hier bij de haven. Dan ook pompoen, zei erin. We zijn hier bij Playa de San Filio de Guisols. Klinkt heel goed, denk ik. En net hebben we daar in de verte gezeten. Dat is de kindjes voetballen hiermee. Maar je ziet, de terrasjes zijn ook nog gezellig, hè, hoor. Maar we gaan nu eerst maar richting de camping. Want de zon staat al laag. Rosse. Hebben we hier gefietst net? Hier links komen we langs een soort vliegveldje. Ik zie hier een helikopterplaats. En daar zo. Hier weer een heuveltje af.
Dan gaan we er hier weer tegenop. Ja, aanloopje. Pas op de drempel bovenaan, hè. Heppes. Hola. Hola. En we zijn er weer. Dat was heerlijk. Voor herhaling valt dat. Zeker nou, te weten. Wij gaan lekker naar binnen. Zo, voor dit draaien. Beetje schuilen, dat doet wel vast mee. Vlaggenpatroon doen we in het metalen houdertje. Deze erop. En dan in één keer erop draaien. Tweede erbij, 1, 2, topje erop. Zelfgemaakte advocaat. En dan natuurlijk een toefje slagroom erop. Lepeltje erin. Nog een lepeltje in. Hier, kijk eens, het wordje. Kijk eens even proeven. Met slagroom. Dan kan ik ook een hapje proberen. Zo, in de koelkast. Slaap lekker, slagroom. We zijn nu aan het eind gekomen van deze vlog. We willen jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. Voor de abonnees. Super tof dat jullie geabonneerd zijn op ons. En, duimpje omhoog. Als je het een leuke video vond. Want dat vinden we natuurlijk heel fijn. Tot de volgende vlog.